Je maakt de sport eigenlijk groot door WK's in eigen land te houden. Dus voor heel de discipline, vooral in de breedste zin van het woord, is het ontzettend belangrijk dat we het WK naar Nederland halen. Ja, en dan in eigen land wereldkampioen worden. Ik heb het ook al een keer meegemaakt. Ja, dat is gewoon het ultieme voor een topsporter. Het is me natuurlijk als kind met de paplepel ingegoten. Mijn vader is natuurlijk begonnen in 1971. Hij was zeg maar een van de baanbrekers van de viersmansport. Let's go! Ik denk, ja, dat wil ik later ook. Ik wil op dat hoogste podium staan. En gewoon de beste zijn van de wereld. Dat is natuurlijk gewoon kicken. Ja, dat zijn we nu 4 keer. En daar willen we natuurlijk absoluut een 5e keer aan toevoegen. Dit span moet investeren. En iedereen zegt ook, ja, als dat in een jaar bij elkaar loopt, dan wordt dat een gigantisch mooi span. En ja, dan kom je ook dichter bij boord. Je moet gewoon dicht bij boord zijn en dan in de marathon uitvechten wie de beste is. En dat is mijn plan. Ik ben IJs van Chenon. Met steun van het Nederlands publiek probeer ik de 5e wereldtitel te halen in Limburg 2020.